Dag iedereen, het is eindelijk weer zover. Het is Ramadan en wij zijn de moskee van Leuven. Ik ben Brechtje en ik ben oud-voorzitter van IMSAL en ik bevind me momenteel in de kleine bibliotheek van onze studentenmoskee. IMSAL is sinds 1984 actief met als hoofddoel mensen bijeen te brengen en het leven van een student zo volwaardig mogelijk te proberen maken door allerlei soorten activiteiten. Dit jaar organiseren de vier moskeeën van Leuven en VZW Jeugd en Toekomst een collectieve iftar-distributie. Dit proces is een samenwerking die bestaat uit het koken, inpakken en het verdelen van de maaltijden. En ik neem jullie met me mee. Assalamu alaikum, ik ben Mohamed Bashiri, 38 jaar oud, geboren en getogen in Leuven en voorzitter van de Al-Fatah Moskee. En we bevinden ons aan het Brulpark in het centrum van Leuven. Wij zijn dus een moskee. Buiten de vijf gebeden wordt hier ook nog samengekomen. Mensen kunnen wat bijpraten, maar in het weekend wordt er ook lesgegeven, islam onderwezen en de Arabische taal. Sinds begin jaren 90, om precies te zijn, in 94 hebben we de gebouwen hier gekocht. Mensen die een bezoekje willen komen brengen, of die daar graag wat woordje uitleg hebben, die zijn ten alle tijde welkom. Dit jaar is het weer Ramadan, een gezegende maand, en hopelijk kunnen we deze maand nog veel beleven. Er is ook dit jaar een samenwerking voorzien met de andere moskeeën, waarin dat we dan iftar gaan voorzien voor mensen die het nodig hebben, minder bedelen en dat soort zaken. Onze bijdrage als moskee Al-Fatah zijnde is eigenlijk, wij gaan eigenlijk de tweede helft van de Ramadan gaan wij de iftar hier bij ons voorzien. Dus hier gaat dan dagelijks gekookt worden de laatste 15 dagen. En dan gaan we in samenwerking ook steeds weer met de andere moskeeën, maar meer bepaald de IMSAL moskee gaat dan ook weer een deel van de maaltijden krijgen dat zij op hun beurt kunnen gaan verdelen aan hun bezoekers. We zijn eindelijk aangekomen bij Al-Ihsan. Een groot deel van dit gebouw behoort toe aan de moskee zelf. Zij geven hier lessen voor kinderen, ze organiseren hier evenementen, ze organiseren zelfs grote barbecues. En nu gaan we hun kookskills zien. Welkom bij Al-Ihsan. Dus welkom bij Al-Ihsan. Zoals u ziet, we zijn de moskee van de Islamitische Gemeenschap van Leuven. We zijn gestart in 2007. Of 14. En dit hele gebouw is van de Ihsan toch? Hè? Dat gebouw is in Ihsan, dat ter beschikking is gesteld door de stad in erfpacht. Erfpacht betekent dat wij eigenaar zijn voor 100 jaar. Mashallah.
Misschien geven jullie ook Arabische lessen in het weekend? Ja, dus het gebedsplaats wordt voor de gelovigen dus ter beschikking gesteld. Gelijk nu, we zijn in Ramadan, dus de vaste maand. Dan is dat maken hier maaltijden. Maar vanwege de pandemie, corona, zijn we natuurlijk, kunnen we er geen maaltijden ter plaatse aanbieden. Maar worden hier wel maaltijden bereid en in pakketten naar verdeeld. Dus naar personen die, of die personen die dat komen afhalen, of verdeeld via de moskee van de studentenmoskee. Het limiet is momenteel 15? 15 inderdaad, ja. Dus dat is heel weinig eigenlijk, maar we moeten ons houden aan de reglementering. En voor ieders belangen natuurlijk. Hè. Mag ik kijken wie binnennemen? Inderdaad. Okay. Ik bevind me nu dus in Al-Ihsan en zoals in elke organisatie, hoe hoger je gaat, hoe hoger je klimt, hoe belangrijker de positie of hoe belangrijker de rol. En nu gaan we naar boven, waar het eten is. Salaam alaikum, wat is het? Alhamdulillah, wat is het? Alles goed, onze kok? Ja, goed, je kan komen. Gehakt vlees met groenten. En hoeveel pakketjes gaan jullie vandaag maken? Of vandaag, ik moet pakken 100. Ik heb deze nog 50. En waar is mijn andere? Daar is 50 nog hier. 100 is voor ons. Assalamu alaikum. Ramadan Mubarak voor alle moslims. We zijn hier in de keuken van moskee Al-Ihsan in Leuven. En we bereiden elke dag de maaltijden voor de mensen. Die hebben eigenlijk een hulp nodig. En we doen eigenlijk dit heel graag en met veel plezier. Taqabbalallah li kulli man ata fi sabilillah. En we hopelijk dat gaat dat een beetje hebben voor al de mensen die het nodig. We hebben vandaag een pasta met bolognese saus. Natuurlijk allemaal is halal en moslim. Dat is heel belangrijk. En hopelijk dat gaat dat is nooit genoeg, maar gaat dat misschien een beetje helpen. Voor die mensen die hebben eigenlijk die hulp nodig. Voilà.
al verpakt. Een deel ervan. We gaan dat nu naar beneden brengen. En we gaan later ook de soep naar beneden brengen. En die gaan we ook in kommen gieten. More than 60 people are coming to the mosque, and Imsal student mosque, and taking the iftar meal distribution. and we are very happy to be serving the local people and also students. We zijn van VZW JET en het staat voor Jeugd en Toekomst. Wij organiseren jeugdactiviteiten zoals voetbal, basketbal en leaseactiviteiten. We organiseren ook studeerkampen en we zijn heel blij om hier te zijn en om IMSAL te helpen bij het verpakken. En Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. نقول الإخوان اللي بغاو يجيو يديو الإفطار الصائم مرحبا بالجميع باسم اللجنة نقول لكم أجيو تاكلوا تأخذوا الإفطار ديالكم اللي مستحق مرحبا به.